Oh, my naked body. Lekker. We hebben net gesnorkeld. We drinken kokosnoten. We made it to Ubud. En Jordi is helemaal in zijn element, want het is minder warm. En hij trekt die hitte echt super slecht. We hebben nu een heel mooi soort loftachtig ding. En check even het uitzicht, Joyce. Kijk, Jordietje. Hallo. Hallo. Een en al jungle. Hier is dan een infinity pool. En nog een zwembad. Restaurantje. En ons huis. Hierboven is nog een verdieping met ook een bed en een bureau. Super mooie visgraatvloer. Hallootjes. Zo mooi. Een open badkamer. Met een soort marmeren vloer. Een heel lekker bad. Vet mooi, vet mooi. Het is echt interieur heaven, Bali. Het is niet normaal. Even tussendoor, dit is echt hilarisch. Elk nummer. Dit is Clocks, geloof ik, van Coldplay. Wordt en lokaal nagezongen en dan in een soort reggae remix gegooid. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag en we zitten dus in Ubud. En het weer is hier niet ideaal, het regent heel veel en het is best wel bewolkt. Dat krijg je toch snel in het regenwoud. Vandaar ook de naam regenwoud. Hey, doordenken! En we zitten in een super lekker hotel. Chapoon heet het. Met een zwembad dat uitkijkt over de jungle. En het allerlekkerste hotelontbijt ever. Waar je gewoon alles kan bestellen wat je in een tentje ook zou doen. Er hoort hier namelijk een soort strandtentje bij Junglefish. Dus we kunnen avocado toast en super lekker allerlei omeletsoorten en pannenkoekjes en wafeltjes en cinnamon toast en jungle balls. Echt van alles kan. En super lekkere ijskoffies. En hierachter is dan een buffet waar je nog allemaal dingetjes kan pakken. Waar dan ook lemon en ginger sap en watermeloenjuice en smoothies staan. Het is zo lekker. Elke ochtend ben ik gewoon blij dat ik weer naar een ontbijt mag. Oké, jongens, wat er gebeurde. We raakten aan de praat met de mensen van hier en we vertelden over wat we deden en zo. En toen hebben we een upgrade gekregen naar een privé villa die zo groot en mooi is. Ik weet echt niet wat ik meemaak. What? Zo chill. Oh my god, het is zo mooi. Dit bijvoorbeeld is ons eigen zwembad. Het is huge. En dit ligt helemaal in de rijstvelden. Je hoort niemand, je ziet hier niemand. Hier zijn onze loungebeds. En hier zijn we dus helemaal afgezonderd en afgesloten. Terwijl we uitkijken over de rainforest en de rijstvelden. Jeetje, wat mooi. Geluksvogels! Wat? Wat is echt super nice. Alles is dus een mix van Balinese en Deens design. Super mooi. Love it. Wow! Yes.
regent weer voor de derde dag op een rij. Dus we zijn eigenlijk gewoon heel hard aan het chillen hier. En in dit hotel kan dat ook wel mega lekker. Maar hierna ben ik wel echt klaar met dit druppelende uitzicht. Dus we gaan morgen ergens anders naartoe. Maar dit was in ieder geval een hele lekkere plek om even helemaal niks te doen. Het enige jammer is dat je door de regen niet echt lekker bijvoorbeeld naar een tempel kan. Of rijstvelden kan bezoeken ofzo. Waar Ubud natuurlijk heel erg bekend om staat. Nou heb ik dat al best wel vaak gedaan. Dus ik heb veel dingen al gezien. Maar Jordi nog niet. Dus dat zit er nu niet echt heel erg in. Maar ik denk niet dat het goed is als we hier nog langer blijven. Maar het was wel een heerlijke plek om te verblijven. Zo'n fijn hotel, echt een aanrader. Sowieso hebben we echt hele goede plekken uitgezocht steeds. We hebben het echt goed onder de knie, moet ik zeggen. Al zal ik eerlijk toegeven dat Jordi eigenlijk het meeste uitzoekwerk doet. Dit is chill. Pannetjes worden? Nou, ik was net aan het vertellen dat jij eigenlijk alle goede plekken altijd vindt waar we gaan slapen. Okay. Goede hotelletjes. Eigenlijk is onze rolverdeling, jij bedenkt waar we gaan slapen. Oepsie. En vindt een leuk hotel. Nou. En ik zoek alle leuke tentjes op waar we kunnen eten. En wat de leuke beachclubs zijn. En de strandjes. Oh ja. Toch? Oké. Okay. Is goed. We gaan nu naar de spa. Hoe veel te klein deze dingen voor jou elke keer zijn. Bij mij is dit gewoon lekker een lange mouw. Lekker kimono pakje. Nee, is het gewoon lekker drie kwart. Toppie. Lekker hoor. We gaan lekker in een flower bath. Daar had jij zeker wel zin in. Zeker weten. Jij zei, het regent. Het enige wat mij helpt ontspannen is even een lekkere flower bath. Dat helpt me altijd heel erg. Ik als ik me een beetje down voel. Klein flower badje. Tip in orde. Jongens, ik zit in de flowerbath en ik ben gewoon op mijn oog hier en hier geprikt door een mug. In de ene seconde dat ik hier nu ben, ik word de hele tijd geprikt. Dat is niet normaal, ik word helemaal gek. Dat was heerlijk. Nu hebben we een soort chai theetje met kaneel. En als lifehack hebben we dus uitgevogeld dat je door een kaneelstok als rietje die thee kan drinken. En dat smaakt heel erg naar kaneel. Ook is deze bult echt huge aan het worden. Ik ben echt een soort van allergisch van mugbult. En ze worden altijd zo groot. Dat is niet te cake. Omdat het dus steeds regent, zijn we echt mega hard aan het chillen. En voelt het dus steeds een beetje als een soort zondag. En nu hebben we roomservice besteld. En kijken we Goodfellas, die ik nog nooit had gezien. Super vette film. We eten allemaal hele lekkere dingen. Lekker! Viskoekjes, edamame, dumplings, nasi, satéetjes, Netflix. Lookje, oud t-shirt, mijn Gunny rok en mijn monster sandalen. Hallo! Oh, snukje nat. Bint een rafeltje nat. We zitten nu bij La Baracca. We zijn weer terug naar Canggu gegaan omdat we wat mooi weer wilden hebben. En dit is, als je Italiaans wil eten in Canggu, echt wel de allerbeste tip. Gewoon een chill tentje met super lekker eten. Brood hier alleen al. Het ziet er zo lekker uit. Komt dit natuurlijk niet over op een beeld, maar het is echt goddelijk. Oh ja, en check ook even deze life-size bieren. Zo groot. Yes! Goedemorgen. Nou ja, eigenlijk middag. We hebben de hele dag bij het strand gechilled. Hens ook dit washed-out gezicht. En we zijn nu aan het verhuizen naar zo'n mooie plek. Dit is echt het meest charmante, cute, romantische, denk ik, wat ik ooit heb gezien. Het zijn allerlei villa's. En ze hebben een hele popperig, romantische stijl, maar ook wel heel stoer en modern tegelijk. Het is echt zo mooi. Ik laat het jullie even zien. Woonkamer met lekkere velvet bank. Een keuken. Hier is dan één kamer. Zo mooi. Een guest room.
En dit is onze slaapkamer. Woehoe! Deze badkamer. Oh my god, jongens. Is dit de mooiste badkamer die je ooit hebt gezien of wat? En hij is dus echt huge. Dit is gewoon in principe groter dan mijn woonkamer in Amsterdam. De veranda. Wauw. Hier is dan een eigen tuintje. Privé zwembadje. En dan staat hier dus nog een huis. Hey cuties. We krijgen nu even een tour door de andere villa's. En dit is echt, ik heb er geen woorden voor. Het is zo waanzinnig vet ingericht. Echt insane. We gaan nu de Africa House in. En het tof is dat deze villa's dus allemaal verschillende invloeden hebben. Dus Franse, Nederlandse en deze Afrikaanse. Ik heb net ook geleerd dat de eigenaresse een interior designer is en haar man architect. Dus dat verklaart wel een hoop. Hallo! Het is echt briljant. Zo groot ook. Ja, is dat plan on a plan? Wauw! Oh, you're getting eaten alive. Deze huisjes zijn dus de slaapkamers. No way! Het is echt helemaal boudoir-stijl. Het is avond en we gaan op date night. Ik heb me even opgefrist en ik doe hier bijna geen make-up op. En dat voelt zo chill. Ik denk dat dit ook een beetje mijn nieuwe look wordt. We gaan op zoek naar wat sushi. Daar hebben we zin in. En ik denk dat je dat in Seminyak wel goed kunt vinden. Verder twijfel ik nog over wat ik aandoe. Ik heb nu deze zijde top aan met de kant. Maar daar wil ik dan eigenlijk een pantalon bij. En misschien is dat te warm. Struggles. Dit is dan mijn look. Jordi heeft allemaal muggenbulten. Hij is helemaal in muggenmineur. Nu moet ik de hele tijd kijken met zaklamp waar zijn muggenbulten zitten. Ja. Zeven op één voet. Hoeveel muggenbulten heb je? Zeven op één voet. Oh nee. Ik heb extra handen nodig op de kamer. We zijn nu bij Tana Lot, een tempel die aan het water ligt en het ziet er zo indrukwekkend en mooi uit. Ook is het extreem toeristisch. Dus dat maakt het meteen een totaal niet spirituele plek. Overal worden dingen verkocht en ja, het is één groot selfie paradijs, maar het is wel terecht. We zijn net te blessed. En het lekker heilig watertje hier op het hoofd. Gaat je haar heel goed van zitten ook, hè? Ja, yes, gaat je haar echt lekker van zitten. Heilig. En nu gaan we de tempel in. We zijn gestrand. Wordt hier steeds meer fashionable. Lekker. We zijn in Uluwatu en we hebben net een spaatje gehad. We kwamen namelijk aan in ons hotel en toen moesten we even wachten. En toen hebben we meteen een massage genomen. En nu zijn we in onze eigen villa die er super mooi uitziet met overal glas. Dit is totaal irritant. Overal glas. En ze hebben een heel mooi bad gemaakt met roze blaadjes voor na de massage. En een klein varkentje staat er bij het bad. Gezellig. Het leuke hieraan is dat je 13 kleine villaatjes hebt en er is niet één restaurant of zoiets. Je kan gewoon alles wat je wil laten maken en op je kamer bestellen. En het is dus heel erg private, dus je voelt je hier echt alsof je helemaal je eigen mini domein hebt. Dan krijg je wat peace of mind. Lekker spaarhaartje. Alles is van glas. Zo'n mooie kamer ook weer dit. Oh, my naked body. Recommendations for restaurants. Can you put it? Hey. Boom boom bang. Pretty.
Ik vind dat kleine varkentje wel raadselachtig. Lekker bij de eigen beachclub van het Yamahal Hotel. En daar is het ook heel lekker rustig. En gewoon zo'n klein afgesloten mini plekje. Dus dit is echt wel een aanrader als je iets wil wat heel privé voelt. En meer als een eigen huisje. Super lekker. Het regent mega hard. Het is natuurlijk ook regenseizoen. Dus we zijn door de regen met handdoeken over ons hoofd gaan rennen naar een restaurant. Wat wel eigenlijk al op de wishlist had staan. Het heet Kuka en het ziet er echt uit als iets zelfs uit Chef's Table of zo. En we hebben nu 6 super lekkere gerechtjes besteld die we gaan delen. Zoals scallops en pork buns en alle andere lekkere dingen. Het ziet er zo mooi uit. Hallo, we zijn op de... Hallo. We zijn in Uluwatu en we gaan even wat eten en super lekkere koffies drinken. Bij iets dat heet Wicked Café, wat er op heel veel lijstjes zou staan. En daarna gaan we wat stranden checken. We hebben een brommer gehuurd. We zijn net al aangehouden door de politie omdat we geen internationaal rijbewijs hadden. En er was wel een grappige interactie, want toen zeiden ze dat we een miljoen moesten betalen, maar uiteindelijk was het 200.000. En nu gaan we gewoon lekker cruisen en kijken wat we tegenkomen en naar een mooi strandje toe. We zijn lekker op Padang Padang Beach. Ik heb een nieuwe bikini aan van Faithful. En we drinken kokosnoten. Zo lekker. Yes, wel dat goed? Maybe. Wat een hartje. Goed, goed. Hallo, het zit er bijna op en we sluiten hem lekker af. Met een super leuke ervaring, namelijk Sunday's Beach Club in Uluwatu. En dan kom je aan in een mega mooi resort. En dan is er een trap naar beneden en dan ga je met een kabelbaantje naar een hagelwit strand met blauw water. En het is zo leuk, ik ben hier al een keer geweest en je hoort die nog niet. Zo'n lijpe plek is dit. Het is zo mooi, echt precies wat je zou verwachten van een soort idyllisch strandje. Het is hier ook heel rustig, dus dat is lekker, niet al die... terrormuziek overal. Check, dit is dan de trap die je af moet lopen voordat je bij de kabelbaan komt met dit uitzicht. Wow! In dit kabelbaantje gaan we nu naar beneden. Yay! Een soort Efteling, maar dan iets wobbelier. Oh shit, ik heb super hoogtevrees, dus dit is nooit mijn lievelingsding. Maar wel heel mooi. We hebben net gesnorkeld. Wat? Het was zo vet. Overal waren de allermooiste vissen. Echt te leuk. Ook heel veel zeeslangen. Best wel creepy. Ik ben heel bruin geworden ook. Ik niet. Super bruin. En check welke schelp ik heb gevonden. Een soort neon. Luipaardprint schelp. Neon, lila. Lila. Lepaars. Zo mooi. En nu is hier achter een haartje. En gaan we lekker nog even wat eten en foto's drinken terwijl de zon ondergaat. Wat een hemel. Er is hier gewoon helemaal niks. En het is happy hour. Nou, het leukste uur van de dag wel. We hebben mojito's. Ik ga bij deze even de vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. En dankjewel voor het kijken. En tot de volgende.
Cheers. Salut.